Nasser El-Khayati 4-0 wordt het hier tegen Istanbul Başakşehir. Een resultaat waar we eigenlijk niet veel van moeten aantrekken? Nee, qua resultaat niet, maar we moeten hier sowieso echt lering uittrekken. Ik denk dat ik liever zo'n wedstrijd speel dan een wedstrijd die misschien 4-5-0 wint. Weet je, vooral op een trainingskamp. We zijn ons aan het voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Dus dan heb ik liever zo'n wedstrijd. Vooral van leren, goed analyseren. En dan op naar VVV volgende week. Ja, wat kan je hier vooral van leren? Ja, vooral bepaalde, je weet toch, bepaalde coachingen moeten op bepaalde momenten moeten beter en sneller. Je ziet het, dit is toch een heel ander niveau. Ze hebben geweldige spelers op het veld. En ja, dan moet het gewoon sneller. Weet je? De coaching moet sneller. En ja, dat is alleen maar goed voor ons. Weet je? Als we hiervan kunnen leren, dan hebben we er alleen profijt van straks in de Eredivisie. Ja, je treedt ook niet op volle oorlogsterkte aan hier, een gewijzigde opstelling. Dan is het ook belangrijk gewoon dat jongens minuten maken, toch? Ja, dat ook natuurlijk. Kijk, Başakşehir speelde de eerste helft met een sterkste elftal. En wij totaal niet. Misschien 2-3 spelers die erin stonden vandaag. Maar goed, dat is niks tekort doen van de rest van de jongens. Want die hebben ook kwaliteit, hè? En die zitten er ook kort tegenaan. Maar het is inderdaad wel zo dat je meer ingespeeld bent met je vaste team dan met zo'n team wat we vandaag aantreden. Ja. Ja, ik denk dat dit duel, wat betreft de trainingskamp, de pret ook niet mag drukken. Hè? Het was gewoon een goede week, toch? Nee, het was een prachtige week, goede week. Lekker goed getraind, iedereen is fitter geworden. Veel plezier met elkaar kregen is natuurlijk ook belangrijk. Beter naar elkaar toegetrokken en wat ik zei, nu gewoon op naar VVV volgende week. Ja, tijdens het trainingskamp ging het veel over jou. Je speelde eerst een hele goede wedstrijd tegen Beşiktaş. Er waren veel geruchten her en der. Niets lijkt echt concreet te worden. Hoe voel jij jezelf in deze week? Nee, kijk, je zegt niets lijkt echt concreet te worden. Of het nou concreet wordt of niet concreet wordt, ik ben er helemaal niet mee bezig. Weet je? Gewoon lekker voetballen, dat is het enige waar ik mee bezig ben. En voor de rest laat ik alles op me afkomen. Maar ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik wil gewoon lekker voetballen. En ja, wat ik zei, focus ligt op VVV volgende week. Ja, dat lekker voetballen, dat kan prima hè, dit seizoen bij ADO Den Haag. Ja, dat kan zeker prima. Je ziet vandaag ook bij Vlagen, natuurlijk. We hebben ook zelf ook wat kunnen laten zien. Maar ik heb het vooral over in balverlies, dat we daar gewoon veel van kunnen leren vandaag. Ja, toch ook wel een geflatteerde uitslag, toch dan? Ja, uiteindelijk wel. In mijn ogen die penalty. Tegen Beşiktaş ook al eentje. Nu 2 zelfs? Ja, nu 2 zelfs. Maar goed, weet je. Je weet dat je hier in Turkije met scheidsrechters te maken hebt die een licht voordeel hebben voor de thuisspelende ploeg natuurlijk. Maar goed, zoals ik zei, gewoon lekker van leren en verder gaan.